Een optreden van enkele jongeren nadat afgelopen zaterdag een muzieklokaal in het dorp Jouw-Jouw in het Boven-Suriname gebied in gebruik is genomen. Dit is een initiatief geweest van de stichting Kohaika Muziekschool die in 2022 een project heeft ingediend bij Staatsolie met het verzoek de bouw van een muzieklokaal met kantoor en toiletruimte te helpen financieren. Stichtingsvoorzitter Ricardo Meteda ziet dit als een belangrijke mijlpaal voor Jouw-Jouw en andere omliggende dorpen die geschikte ruimte voor muziekeducatie aan jongeren moest ontberen. We hebben het niet makkelijk gehad. Broeder zegt al. We waren begonnen met lesgeven in de vergaderzaal, meer bekend als Kroetu Osso, van het dorp. We hebben lessen gegeven op straat. We hebben lessen gegeven in de kerk. We hebben ook lessen gegeven in de peuterschool daarvoor en aan de waterkant. En dit alles, dames en heren, met zoveel stagnaties en tegenwerkingen. Daarom zijn we blij en we zijn God ook dankbaar voor. We zijn blij dat onze leerlingen nu hun eigen muziekruimte hebben. Stichting Kohaika, die in 2010 is opgericht, heeft als doel het stimuleren en bevorderen van het muziekonderwijs, voornamelijk voor de bewoners van het Boven-Suriname gebied. Met de komst van de muzieklokaal op Jouw-Jouw zal de Stichting Kohaika Muziekschool ervoor zorgen dat ook kinderen van omliggende dorpen zich op het gebied van kunst en cultuur kunnen ontwikkelen.